Breda Nu. Je weet het meteen. De Bredase Vredesprijs is ingesteld om aandacht te schenken aan wereldburgerschap, vrede en mensenrechten op lokaal, nationaal of mondiaal niveau en aan mensen die zich daarvoor inzetten. Dit jaar wordt de prijs tijdens de Landelijke Vredesweek voor de 12e keer uitgereikt. Aan wat voor criteria moet de Bredase burger voldoen om de Vredesprijs te winnen? Nou, om de Vredesprijs te winnen moet je woonachtig zijn in de brede regio van Breda. Je moet werken aan een vreedzame samenleving waarin heel veel respect bestaat. Je moet dat doen in een min of meer georganiseerd verband. En dat kan lokaal, maar ook wellicht lokaal en mondiaal. En uiteindelijk is het ook de bedoeling dat het een persoon is die zich heel belangeloos inzet en er niet op uit is om in de schijnwerper te komen. Dus zonder enige vorm van eigenbelang. Oké, en is er een ruime keuze in Breda? Wij doen een beroep op de Bredanaars of zij mensen kennen die naar hun mening zich altijd veranderen en voor een mooie samenleving inzetten. We hebben altijd tot nu toe het geluk dat we voldoende voordrachten krijgen van kandidaten waaruit we als jury een keuze kunnen maken. Dus we zijn niet ontevreden over de voordrachten. Nee, maar het kan altijd meer. U bent de winnaar van de Vredesprijs. Bent u verrast? Ja, min of meer wel. Ik wist het wel al iets van tevoren, omdat het wel uitgelekt was op de een of andere manier. Maar ik ben ook wel heel tevreden dat mensen mij voorgedragen hebben voor de activiteiten die ik samen met anderen ontwikkel. Ja. Kunt u uitleggen wat u doet in Breda om de samenleving vreedzamer te maken? Nou, dat is een hele moeilijke en uitgebreide vraag. Maar mensen met elkaar verbinden, dat is van belang. Hè? Dus je hebt toch in de Nederlandse samenleving en de Bredase samenleving ook een angst voor het vreemde. Dus om mensen bij elkaar te brengen, dat is mijn uitdaging. En dat doe ik op alle mogelijke manieren. Via die voetbalvereniging Barça, via het Mondiaal Centrum, via vluchtelingen die zich welkom moeten heten. Dus dat kun je in feite op allerlei gebieden doen. De prijs die u heeft gekregen, krijgt hij een mooi plaatsje in uw huis? Ja, het is een bijzondere vaas. Ik moet dan nog wel zorgen dat daar mooie bloemen of iets in komen te staan. Maar het is ook een klein beetje een bekroning op je werk. Ik ben hier in 2004 binnengerold vanuit Chili, om het zo eens te zeggen. En nu is het 2015, we zijn 11 jaar verder. En dan zie je dat je heel veel projecten samen met anderen hebt kunnen ontwikkelen wat vrede betreft, maar ook wat gastvrijheid betreft en ook wat het nadenken is over als je uit een andere cultuur hier in Nederland komt. Hè? Want dat begrijpen de mensen die nooit uit Breda weg geweest zijn of uit Nederland, die weten niet hoe het is om in een andere cultuur te leven. Het feit dat ik 12 jaar in Chili gewerkt heb, heeft mijn leven veranderd. En ik snap dat het moeilijk is om hier soms de weg te vinden voor mensen uit de vreemde.